Hoi, vandaag weer een ander soort filmpje voor jullie, namelijk een soort van do-it-yourself tutorial. Ik ben zelf niet heel erg aan het knutseltypen, maar soms vind ik het wel leuk om te knutselen. En voor school had ik dus een glue-gun nodig. Gewoon een glue-gun. Deze komt van Pipo's. Ze hebben ze ook bij de Action gehad, wat ik niet weet of de kwaliteit daarvan wel enigszins oké is. Ja, ze zullen dus vast bij meer winkels hebben. In ieder geval, ja, het is gewoon een pistool, voor wie het niet weet. Waarschijnlijk weet iedereen wat een lijnpistool is, dan zit ik dit gewoon voor niks uit te leggen, maar goed. Een lijnpistool is gewoon zo'n, ja, pistool wat eigenlijk warm wordt. En daar stop je lijmsticks in. Zorg wel dat je de goede maat hebt, want je hebt ze in verschillende maten. En ja, weet je, dan kan je er gewoon, ja, officieel gezien kun je er dingen mee vastlijmen. Maar wat ik zelf leuk vind, is er juist figuurtjes mee maken. En het leek me leuk om er een soort van, ja, decoratieachtig lente-decoratiefilmpje mee te maken. En ja, meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Laten we beginnen. Waar ik mee begin is een stuk bakpapier. Deze had ik al eens eerder gebruikt. Dan kan je zien aan hoe gekreukt het is. Als je een groot stuk plastic hebt wat tegen hitte kan, kan je dat ook gebruiken. En vervolgens teken ik de figuren uit met een stift. En ja, ik hou de figuren altijd heel basic. Want het is natuurlijk een lijnpistool. Er is, ja, een limiet aan hoeveel detail je erin kan maken. En aangezien het paasfiguurtjes moesten zijn, heb ik een konijn getekend. Of een haas. Ligt aan hoe je wil zien. Een ei, dat is wel ongeveer de makkelijkste vorm. En verder een kuiken. En ik wil ook nog een bloem doen, maar die wil ik uit de losse hand doen. Dus die heb ik uiteraard niet getekend. En dat ziet er dan zo uit. Vervolgens met het lijnpistool. Die had ik al aangezet voordat ik trouwens begon aan het uittekenen van de figuur. Want dan moet ik even opwarmen. En ja, waar ik altijd mee begin is heel voorzichtig de lijnen tracen. Wat ik hier eventjes wat sneller heb gezet, want anders zit het weer over een uur nog. Dit duurt wel een tijdje, dit is eigenlijk de, ja, langsdurende stap. Het hoeft naar binnen toe niet super netjes te zijn, want dadelijk moet er toch of aan de binnenkant ingevuld worden. Vervolgens de oogjes. En vervolgens heb ik gewoon een soort van weerwarpatroontje gemaakt over het hele ding. Ik heb de lijn wat dunner gehouden dan de buitenlijnen. Om te zorgen dat alles wel aan elkaar verbonden is, zodat het niet dadelijk niet het hele gedoe uit elkaar valt natuurlijk. En ook dat duurt eventjes de tijd. Je moet hier wel genoeg lijmsticks voor hebben trouwens. Ik heb er geloof ik voor dit projectje een stuk of 3 of 4 gebruikt geloof ik. Dus ja, hou daar wel rekening mee. En vervolgens heb ik ook de andere figuur op dezelfde manier ingevuld. Ik geloof dat ik hier intussen, ja, in real life dan niet versneld dat ik hier zo'n, nou, hoe lang zal het geweest zijn? Ik denk misschien 20 minuten mee bezig ben geweest. Het ei is natuurlijk het makkelijkste. Als je haast hebt kun je ook gewoon alleen maar eieren maken. En dan de bloem, die is op zich ook aardig makkelijk. Ik ben gewoon met het hartje begonnen en heb er daarna lusjes omheen gegooid. Het hele idee was dat ik het niet te netjes wilde hebben, dus ja, als dat het plan is, dan is het makkelijk. Het hartje heb ik helemaal ingevuld van de bloem. En vervolgens heb ik een aardig dik steeltje gemaakt. Want ja, weet je, ja, hele dunne lijnen. Zeker als, ja, een hele lange dunne lijn is niet handig met een lijnpistool. Want ja, je hebt gewoon een grote kans dat het kapot gaat. En dan is het een kwestie van het laten drogen. Of afkoelen de lijn. Nou ja, je snapt het punt. Als het afkoelt wordt het droog. En vervolgens inkleuren. Daarvoor kan je van alles gebruiken. Je kan vingerverf gebruiken, waterverf, acrylverf. Ik heb acrylverf gebruikt. Je kan ook nagellak gebruiken. Als je bijvoorbeeld glittertjes wil en alles, kun je dat heel leuk met nagellak doen. Maar ik heb net nieuwe acrylverf gekocht, dus ik dacht laat ik acrylverf gebruiken. Daarbij, ik wilde deze keer geen glitter, want ik weet niet, ik wilde een beetje pastellerige, zachtere kleurtjes. En ja, aangezien de basislijm die ik gebruikt heb natuurlijk gewoon licht is, drogen de kleurtjes toch aardig pastellerig op. En ja, ik heb ook konijn trouwens voorzichtig een gezichtje gegeven. Gewoon, ja, ik heb verder niet gelet op hoe de lijnen eronder lopen, want het is gewoon invulling. En gewoon dus het gezichtje getekend op waar er toevallig wat lijm zat. En hij heeft blauwe oogjes gekregen. Nou, de kip is helemaal makkelijk. Kuiken. De kip zou wel moeilijker zijn. Kuiken is helemaal makkelijk. Het is gewoon heel veel geel over het hele ding verspreiden. En ik heb een zwart oogje gedaan. De snaveltjes en pootjes die worden oranje. Ja, het ei heb ik trouwens tussendoor gewoon even gedaan met de kleuren die ik voor de andere dingen gebruikte. Want ja, dat was wel het makkelijkste. En vervolgens de bloem heb ik het hartje geel gedaan. En de bloem zelf een beetje vermengd met rood en roze. Ik wilde wel meerdere kleuren doen, want dat vond ik toch wel wat extra bloemerig, vrolijk uitzien of zo. Dus ja, dat heb ik zo gedaan. En het steeltje is natuurlijk gewoon groen. En dan mag ook dat weer een tijdje drogen, totdat de keelverf zo goed als droog is. En dan is het tijd om heel voorzichtig de platen ervan af te halen. Nou, op zich is, ja weet je, die lijm is op zich wel buigzaam en alles. Dus het is niet dat het heel snel breekt. Maar ja, ik raad je toch aan om er voorzichtig mee te zijn, want het is zonde als er wel wat afbreekt. Het is lijm, dus je kan het makkelijk wel weer aan elkaar vastlijmen, maar toch. Dit punt, dan kan je al aan mijn handen zien, was de verf trouwens nog niet helemaal droog. Dus vandaar dat er wel vlekken op mijn handen kwamen. En dan kun je ook nog wat eventuele, ja weet je, je hebt met zo'n lijmpistool wel eens dat er van die ja, soort van haartjes bijna van lijm aan zitten. Van waar het pistool net doortrok of zo. Of een lusje te veel, die kan je er gewoon met een schaar voorzichtig afknippen. En dan hebben we een haas. De achterkant is minder mooi, maar laten we naar de voorkant kijken. En een eitje. Die zijn echt gewoon super simpel, die ja, maak je er gewoon makkelijk even bij. En een kuiken. En dan tot slot een bloempje. En dat is een hele verzameling paasdecoraties. Nou, dat was dan de hele tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. In ieder geval heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Dode insecten niet echt leuk, maar er zijn niet echt heel veel mensen die dode insecten wel bijzonder leuk vinden. Dus ja, echt rare fobieën heb ik eigenlijk niet. Welk liedje vind je stiekem hartstikke leuk?